welkom bij weer een gloednieuwe weekvlog vanuit Olatra. We zijn er weer. Ik ben weer met mijn poes en kindjes. Ja, ik begin deze vlog met een leuke aankondiging. Want, wat is het namelijk? Olly, zeg jij het? Zeg ik het? Wat is dat nou? Wat doe jij daar? Wat doe jij daar? Ik mag mezelf vanaf nu een echte guts girl. Moet ik het op een slechte Engels klinken? Net alsof ik zeg een gut girl. Een guts girl noemen. En dat betekent dat ik vanaf nu officieel ambassadrice ben van Guts & Gusto. Daar werk ik al jaren mee samen. En het feit dat we nu echt wel die stempel erop plakken, ja, is wel heel speciaal voor mij. Dus jullie gaan zo nu en dan outfitjes langs zien komen van Guts & Gusto. Om mee te beginnen, dit pakketje hier. Guts & Gusto hebben sinds kort een sportkledinglijn gelanceerd. Ik heb het nog niet geopend, dus dat gaan we nu even samen doen. Zijn jullie van die mensen die heel voorzichtig een pakketje openmaken? Of het gewoon open scheuren? Wat gebeurt daar nou? Oh, zo lullig! Olly! Lin zit in die zak en hij gaat er gewoon op staan. Nou, Olly! Oké, ik heb alles even uit de verpakking gehaald en de stofjes zien er heel fijn uit. Ik ga dit aantrekken en dan laat ik het jullie van buiten even beter zien. Tadaa! We zijn even speciaal naar deze mooie locatie gereden, ter heide, waar we altijd naar het strand gaan om het iets beter te laten zien. Wat ik heel chill vind aan dit pakje is dat hij hier zakjes heeft. En hij sluit mooi aan. De kleur vind ik super tof. Er zaten eigenlijk twee vullingjes in, die heb ik eruit gehaald. Ik vind dat zelf chillen, maar die kan je er natuurlijk ook in laten zitten. En de rug. Dit zijn gimpen. Dit zijn natuurlijk geen gimpen om op hard te lopen, maar prima voor de sportschool. En ik ga deze ook heel veel casual dragen. En dan hebben we natuurlijk nog het t-shirt. Dit is ook het typisch t-shirt dat ik gewoon lekker casual ga dragen met een high-waisted jeans. Ik heb one in. Progress, not perfection. Mocht je nou ook iets willen bestellen, ik heb een kortingscode voor jullie. En die kortingscode die komt nu in beeld. De linkjes naar de producten vind je hieronder in de beschrijving. En dat is dit hem alweer. Laten we doorgaan met de vlog. Good morning. Vandaag wordt er een nieuwe koelkast geleverd. De koelkast achter mij, dat was een foutje. Toen wij hier vorig jaar heen verhuisden, toen moest ik echt op super korte termijn alles regelen. Mijn vader heeft toen met Tony vervolgens met een busje alles opgehaald. Alles van meubels, maar ook de koelkast en zo. En ik moet zeggen dat het heel goed uitgepakt. Behalve wanneer het aankomt op de koelkast. Want de koelkast was echt een dikke teleurstelling. Ik vond het zo goor. Binnen was hij wel oké, maar gewoon die vieze gele randen. Oh my god, I hate it. En eigenlijk tot nu toe heb ik het redelijk uitgehouden met die koelkast. Maar Tony en ik hadden beide nu zoiets van oké, we zitten hier dus nog wel even. We gaan die koelkast vervangen, want dit kan echt niet meer. Dus als het goed is, wordt er zo'n koelkast geleverd, een nieuwe. En neem eens deze mee. Dus die heb ik helemaal schoongemaakt. Ik ben heel benieuwd. Olly, wat eet jij nou? Ja, jongens, de koelkast is er. Zo blij mee. Tada. Ik moet hem 24 uur laten staan voordat hij aan mag. Ook zo leuk dat hij zwart is met onze zwarte tegels. Het is een refurbished koelkast. Dat betekent dat hij dus kleine schade heeft. Hier heeft hij een deukje. Maar hij is helemaal getest door het bedrijf. En ja, hij is dus nog niet gebruikt. En daardoor betaal je dus iets minder. Maar ik ben hier echt super blij mee. Ik had trouwens, ja, ik heb alles even hier uitgestald. Ik denk dat ik het een en ander moet gaan weggooien, helaas. Ik had niet de rekening mee gehouden dat hij 24 uur uit moest blijven. Maar ik heb bij de Action deze bakjes gescoord. En dat is echt top om vleeswaren en zo in te bewaren. Kaas en eventueel groenten. Ik ben nu begonnen met 4 stuks. 2 grotere en 2 kleinere. Hier hebben we onze blokken kaas in. En ik denk dat ik het ga uitbreiden. Want ook voor de groenten vind ik dit wel chill.
ik heb weer van alles op bed liggen. En hoe komt dat nou, Lien? Dat komt... ja, omdat wij volgende maand een bruiloft hebben in Spanje. Ik kan het nog bijna niet geloven. De laatste bruiloft was 3 jaar terug, denk ik. Of is dat overdreven? 2 jaar terug misschien. Voor COVID natuurlijk in ieder geval. En het is wel leuk dat als we nu familie gaan bezoeken, dat we dat direct kunnen combineren. Ik ga deze jurkjes passen. Ze komen van ASOS. Maar keep in mind, de mode is in Spanje net even weer wat anders dan in Nederland. Je ziet daar heel veel echte cocktailjurken, avondjurken. En heel veel felle kleuren. Nou heb ik korte jurkjes besteld. Want als de bruiloft overdag is, doe je daar een korte jurk aan. En als die 's avonds is, een lange avondjurk. Dus dan weten jullie dat. Deze hakjes zijn ook zo leuk. Nou, we gaan ze gewoon even allemaal laten zien. Om mee te beginnen deze. Toen ik hem uit de verpakking haalde, dacht ik nee. Maar als ik hem eenmaal aan heb, denk ik ja. Vooral met die hakken vind ik het ook heel erg leuk. Hij zit nog best wel mooi bij mijn kont, ondanks dat hij ruim zit. Enig waar ik over twijfel, ik heb nu geen BH aan, dan moet ik een soort van pet aan, denk ik. En hij is iets langer dan ik dacht. Dus het kan zijn dat als ik hiermee naar een bruiloft overdag ga, dat ik dan gek word aangekeken. Jurk nummer 2. Oh my god, dit is een echte flamenco jurk. Ik krijg gewoon helemaal zin om een soort van flamenco te dansen hierin. ik vind hem erg over de top. Maar dan nogmaals, in Spanje hebben ze wel echt die over de top fashion. Zeker voor bruiloften. Dus ik denk niet dat ik daar heel erg tussenuit zal springen of zo als ik deze aandoe. En dat maakt hem denk ik dus wel echt een geschikte optie. Ik vind deze wel heel erg tof. Oké, guys. Deze laatste is heftig. Are you ready? Tadaa! Oh my god. Dit is echt heel erg over de top. Maar wel echt heel tof. Of dit kan echt niet, of dit kan juist echt wel. Wat ik zeg, Spanje zijn wel vaak, dragen ze mooie hoedjes en echt hele felle kleuren. Maar zelfs daarvoor vind ik dit misschien een beetje heftig. Ik ga straks aan Toon vragen wat hij ervan vindt, welke hij het leukst vindt. Oh my god. Toon en ik zijn even een broodje gaan halen bij de Hema. Die zit bij ons om de hoek, omdat de koelkast natuurlijk niet werkt. Hola amor. Hola. ¿Qué tal tu día de trabajo? Muy cansado, como siempre. Hij heeft heel erg last van eczeem. Tus manos están muy mal, ¿eh? Sí, ahora se ve mejor. Echa la crema. ¿Dónde? Echa la ik crema. Ik weet niet of je het kan zien, sí. Maar echt dit tussen. O deze aquí, al revés. Echt heel erg. Ik heb wel creo. Ese? Ese sí. Hij gebruikt vaseline nu, maar we gaan morgen even naar de huisarts. Want het is nu heel erg geworden. Venga, que aproveche. Lechuga, creo. Pollo. Hey guys, goedemiddag. Het, of goedenavond. Het is 6:15. En zoals je ziet ben ik bij mijn ouders. Heerlijk om aan te schuiven en dan gewoon even mee te kunnen eten. Ja. Dank je wel. Geen ganassi. Dus, het is wel weinig, maar ik heb nog ook... Maakt niet uit. Het is helemaal goed. Ik ga zo eten met vrienden, of drinken, want drinken met vriendinnen bij de stallen in Purmerend. Dus vandaar dat ik hier ben zonder Toon. Gewoon op een door de weekse dag. Ik heb die meiden al lang niet gezien. Dank je. Dus dat wordt gezellig. ¿Quieres ir de escuela? Venga, vamos. Goedemiddag! Toon en ik zijn naar Ter Heide gereden. Gewoon even spontaan, het is een mooie dag. En in Nederland moet je dat de laatste tijd echt niet voor lief nemen met zoveel regen. Dus we gaan lekker even lopen. Vamos ya, ¿no? Vamos ya! We zijn op Barcelona. Ya veo que has aprendido como la vida holandesa. Hay que aprovechar todos los minutos. Vamos, señorita. ¿Has cerrado?
Ah, Ton, no te lo he preguntado, pero ¿cuál de los vestidos de boda te gusta más? El último. ¿El último? El tercero. ¿El tercero? Sí. Vale. Pero yo le di al tercero y pone que tú hubieras puesto casi. Que no, en Instagram siempre hay que elegir uno equivocado. No, hay que elegir el correcto. Oh, dit vind ik een van de heerlijkste dingen die er zijn. Met je voeten lekker zo in dat zachte zand. Toon heeft er altijd wat meer moeite mee. Die heeft van die tedere voetjes. Die is bang dat hij op een schelpje staat. Hombre, zo zitten we. Nou jongens, ik heb volgens mij de memo niet gekregen. Maar blijkbaar houden we een stranddagje hier. Amor, si llego a saber que vamos a estar así, yo también me pongo bikini. Qué gachón tú, oye. Echt een Nederlander al, het is 19 graden en hij ligt in zijn onderbroek op het strand. Qué buena vida tiene, por Dios. Así también es Holanda, amor. Cuando se quita el sol, empieza el frío. Joder, con lo bien que estaba. Ajá. Casi estoy para dormirme. Yo también estaba bien. Al final me tumbé yo en la arena, directamente. Pero está bueno el ratito, ¿no? Por lo menos. Sí. Muy poquito rato, ¿no? La verdad. Ja, jongens, het gaat gebeuren. Ik ga rennen en ik heb Toon zover gekregen om met mij mee te gaan. Dat is een tijd geleden. Hij heeft nieuwe hardloopschoenen, dus het wordt de hoogste tijd. Hé, Pien? Wil jij mee rennen anders? Wil jij zo graag meedennen? Oké, empezamos con el calentamiento. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Y arriba. Hay que mover un poco los ligamentos. Yo ya estoy cansado, quizás que ya tengo que parar, ¿eh? Venga, tú puedes. Solo hay que pensar en eso. ¿En qué? Pensar en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Correr. Ok, una pierna para arriba. ¿Por qué me toca mi barriga? Haz ¿Ese así. Es el objetivo, me está enseñando el objetivo. Haz así, por Dios. Para arriba, para atrás. Sí, mi pierna no llega hasta ahí. Un poco, así. Para. Bien. Wow, me acuerdo cuando fui al fisio, ¿te acuerdas? Sí. Me hizo que me agachara y no tenía equilibrio, ¿eh? Ajá. Al otro. Y ahora tampoco tengo, ¿eh? High five. ¿Qué tal ha ido? Bien, ¿no? Ahora hemos calentado, ¿no? No, esto ya. We hebben 3 kilometer gerend. Dat was gewoon goed om mee te beginnen. En we hebben het zelf even over gehad om ergens voor te trainen. Toen ik de moment crees que vamos a poder hacer una carrera juntos. Hombre, ya hemos hecho una. Una de verdad. ¿Qué quieres decir? Una más larga. Sí, mañana, por ejemplo. Venga, ahora tienes. Tú hablas mucho ahora, pero vamos a ver si. ¡Ostras! Y esto sin calentar, sin nada, ¿eh? ¡Dios! Nou, om de dag gezond af te sluiten hebben we een lekker fruitplankje gemaakt. Met yoghurt. Hey, goedemorgen. In een knalrode outfit en dat is heel toepasselijk. Ik heb namelijk de eerste helft van de dag liggen creperen van de menstruatiepijn. Niet te doen, maar 2 Alif Feminax verder gaat het weer. Dus echt, die dingen zijn altijd mijn held. Mijn redding. Ik wacht op het moment op Toon en Iwan. Ik moet namelijk voor een campagne een video opnemen en ik heb een heel banaal idee in gedachten. Ik weet niet of dat ook leuk gaat zijn op camera. Maar het komt op neer dat we naar het strand moeten. Alweer. Heel vervelend. En ik hoop eigenlijk voor die tijd een gitaar op de kop te kunnen tikken. Maar of dat gaat lukken weet ik niet. Als dat niet lukt, dan maar zonder. Dit is dus hoe ik me heb gekleed voor de gelegenheid. De jurkjes van Piep, die heb ik gejat. En nou, wat ik al zei, ik ben heel benieuwd hoe deze campagne er straks uit gaat zien. Jullie zien het vanzelf al voorbij komen. Hey guys, vanaf het strand. Ik ben hier met de mannen. En wij gaan rennen.
Dat was eigenlijk niet mijn plan, maar hun hadden er zin in, dus ik doe lekker mee. Content is geschoten, dat zien jullie later op Instagram. Het wordt echt heel banaal, maar goed. Dus daar keer keer hebben we een plama arriba no. Si no vamos a levantar ya. Iván, ¿estás bien en Holanda? Sí, de momento sí. Sí. Ya compré un mes. Un mes llevas ya. Ostras. ¿Y ahora que tienes tu propio piso? Bueno, ahora fuera mío. Bueno, tu habitación alquilado. Ya, que la vida holandesa ha empezado de verdad. Hij is al uit ons huis. Ik dacht eigenlijk dat hij nog iets langer zou blijven, maar hij heeft dus al een kamer gevonden. Dus top. Venga. Tienes que ir a donde me pincha. Solo un rayo del sol. Nou, hebben we dit verdiend of niet? No lo merecemos, ¿verdad? Hemos decidido tumbarnos un rato, bueno, tumbarnos, sentarnos en este chiringuito. Dentro porque no hay sitio fuera. Ajá, ya somos los únicos dentro. Y el otro está cerrado por una boda, ¿eh? Nos han mirado de raro, ¿eh? Es helemaal full buiten. Cheers! Nou jongens, jullie zien het al aan Netflix hierachter. Het weekend gaat beginnen. Ik heb deze vlog echt met 3 verschillende camera's gefilmd. Ik hoop dat het geluid en de kwaliteit niet te erg schommelt. Maar ja, het was weer een leuke vlog volgens mij. Ik vond het in ieder geval een gezellige week. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Maar voordat we afsluiten, is het tijd voor... Spaanse woord van de week. En het Spaanse woord van de week is la resistencia. En la resistencia betekent het uithoudingsvermogen. En dat vond ik wel toepasselijk na al die runs van deze week. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot snel!